Frank, we zijn in de Sporthal de Citadel hier in Delenswaard. En hier vindt vandaag de Nederlands kampioenschappen sambo plaats. Voor mij is het helemaal nieuw. Leg eens uit, want wat is het voor een sport? Ja, sambo, dat lijkt wel heel veel op judo. Het is een Russische sport. En je mag het net iets meer dan bij judo. Bij judo worden tegenwoordig allemaal dingen verboden. Dus je mag niet meer bij de benen pakken, je mag geen eenzijdige pakking meer. Dat mag bij sambo allemaal wel. En dat maakt de sport wel veelzijdig en leuk om naar te kijken ook. Wanneer is deze sport ontstaan dan? De sport is ontstaan uit verschillende stijlen van sambo of verschillende stijlen van worstelen in de verschillende staten van Rusland vroeger. En dan hebben ze eigenlijk samengesmolten tot één sport. En dat is sambo. En vanaf wanneer wordt het in Nederland gespeeld dan? We zijn ongeveer in de jaren 90, 1990 zijn we begonnen met sambo. En we hebben het overgenomen van een ander groepje die hier in Nederland ook wel bezig was. Maar vanaf 1990 hebben we de Sambobond Nederland opgericht. Ja, en sinds de laatste jaren is het eigenlijk veel populairder aan het worden. Frank, hoeveel mensen zitten er in Nederland op sambo? Nederland, ja, dan zou je moeten denken aan rond 100 personen of zo. 100 mensen. Ja, maar wat grappig dat dan ook hier vandaag in Delenswaard de Nederlands kampioenschap is. Best wel uniek eigenlijk. Ja, we zijn met sambo begonnen in Ommen. Dat is niet zo ver hier vandaan. Daar woon ik ook. En vroeger was het eigenlijk alleen onze club. Die aan sambo deed. En dat is uitgebreid door heel Nederland heen. En tegenwoordig sinds in heel Nederland. Bij sambo mag je armklemmen, beenklemmen. Maar je mag geen verwurgingen. Dat mag weer niet. Mag bij judo wel. Alleen sambo is gewoon veel harder. En als je iemand op zijn rug gooit, dan ben je nog niet gelijk klaar. Dan kun je gewoon doorgaan. Want je moet 8 punten verschil hebben in een partij. Combat sambo, dat is weer een andere vorm van sambo en daar komt trappen en stoten bij kijken. Het is een soort MMA en alleen dan met een pak aan. Hoofdbescherming, scheenbescherming en dan mogen ze elkaar ook stoten en trappen en dan naar de grond toe werken. De combat sambo, hoeveel mensen beoefenen in die sport in Nederland? Dat is nog beduidend kleiner. Vandaag doen we ongeveer 10 personen mee of zo aan het combat sambo. Het is ook alleen voor de heren senioren. Dus vanaf 18 jaar kun je daar aan meedoen. Frank, bedankt voor het gesprek.